Welkom bij Pure Energie, Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Vandaag gaan we het met de trainer van FC Twente hebben over hun kansen in de play-offs. Sanne praat je weer in 1 minuut bij over wat al onze Oranje Leeuwinnen in het buitenland allemaal uitspoken. En we bellen natuurlijk weer met de Wie heb ik aan de lijn. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst even bellen. En je ziet haar al achter mij met Manon Melis, vrouwencoördinator. Of coördinator moet ik zeggen bij het vrouwenvoetbal van Feyenoord. Je was hier vorige week in de studio. Maar ja. Jij hebt nu nieuws. Ik heb nu nieuws, ja. Vandaag wordt bekendgemaakt dat onze trainer Danny Mulder heet. En hij al 2 jaar werkzaam bij ons is. Hij is momenteel namelijk de beloftetrainer. En we schuiven hem door als hoofdtrainer naar het vrouwen 1 team. Ja. Dus ik denk wel heel erg leuk om dat nieuws hier bekend te maken. Absoluut, absoluut. En waarom is hij voor jullie echt de geschikte trainer om nu te beginnen aan het Feyenoord Vrouwen 1 team? Nou, we zijn natuurlijk al een tijdje aan het bouwen. Dat heb ik vorige week al natuurlijk een beetje verteld. En we vinden het ook fijn om een stukje continuïteit bij het vrouwenvoetbal te behouden. En ik denk dan gewoon dat het goed is. Hij is al 2 jaar bezig bij de belofte. En voor hem ook een mooie stap om nu door te schuiven naar het Vrouwen 1 team. En hij weet al gewoon hoe het is om hier te werken. Hij kent de organisatie en ook hij groeit dus mee. Ja, ja, want hoe lang heeft hij nu getekend? Voor 1 jaar. Voor 1 jaartje. En dan gaat hij opstarten wellicht ook met een aantal meiden uit het belofteteam natuurlijk. Ja, een aantal zullen ook doorschuiven. De komende weken zullen we ook bekendmaken wie er gaan tekenen en welke nieuwe speelsters we hebben aangetrokken. De staf is ook bijna rond, dus daar zullen we ook binnenkort mee naar buiten komen. Nou, top. Dus eindelijk wat goed. Ja, heel goed. Dankjewel dat je het nieuws bij ons wilde delen. En wellicht spreken we elkaar dan binnenkort ook nog wel eventjes. Ja, zeker. Ja, lijkt me leuk. Hey, dankjewel Manon. Okay. Doei. Tommy Stroot, Rivka op het veld en Sanne van Dongen zijn mijn gasten. Ik heb er zin in. Wij gaan beginnen. Goedemorgen allemaal. Normaal gesproken zitten we hier met z'n vieren in de studio. Maar nu voelt het toch een beetje zoals bij Anouk in The Voice of Holland, vind ik. Want wij hebben Sanne hier vandaag met videoverbinding. Want ja, Sanne, helaas ben jij besmet met corona. Dus ik ben wel blij dat je er zo bent. Maar hoe is het met je? Nou, het gaat wel redelijk hoor. Het is wel met ups en downs. Ik zeg nog maar 1 keer, het is niet zomaar een griepje. Nee, ik heb wel koorts gehad en zo. En ik ben wel een beetje ziek geweest. En ik ben wel op betere hand, denk ik. Maar ja. Je klinkt wel lekker als Katja Schuurman. Oh, nou, dat beschouw ik absoluut als een compliment. Qua stem dan, hè? Ja, dat weet ik. Nou, de looks ook hoor, Sanne. Even, we hebben het net gehad over... Stop it. Ja, oké. We hebben het net gehad over de nieuwe coach van Feyenoord. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het nog lastig wat ik erover kan zeggen, want ik heb hem gewoon nog helemaal niet zien coachen. Dus ik vind het een hele logische keuze, want je wilt toch een beetje, zeker voor Feyenoord, weet je wel, ze zijn nog zo, er komt zoveel nieuws op hun af, dan is het wel lekker om met iets van zekerheid het seizoen te starten en dat je een beetje weet, dat je een coach hebt die weet waar die het over heeft als het op het team aankomt, wat wel heel erg belangrijk gaat zijn. Dus ik denk dat het een logische en een goede keuze is. Ja, absoluut. Zeker. En fijn gewoon dat ze iemand hebben gevonden. En dat ze ook, als ik het zo hoorde van Manon, ook zeer snel de selectie ook bekend kunnen gaan maken. Ja, dat is natuurlijk, daar is iedereen heel erg benieuwd naar. Naar het niveau van de selectie en wat voor tegenstand ze kunnen bieden volgend jaar. Dus ik ben ook heel benieuwd. Ja. Laten we nog even wat ander nieuws van deze week doornemen. Dat eigenlijk voornamelijk contractnieuws eigenlijk. Want bij FC Twente heeft de printer recht overuren gedraaid, volgens mij qua contracten. Ja. Want Renate Jansen die heeft verlengd voor haar 7e seizoen maar liefst bij Twente. Ze trok ook Jarne Teulings aan van Anderlecht. En Ajax-ziet Caitlin Dijkstra speelt volgend seizoen ook in Enschede. Ajax die kocht dan weer een nieuwe keepster van Excelsior, Isa Pothof. En... Jawel, het allerbelangrijkste nieuws komt toch weer uit Alkmaar, denk ik. Want vorige week hebben Sanne en ik het gehad over de douchegel van VV Alkmaar. En wij werden deze week verrast met een heel leuk videootje van de dames.
Hoi Sanne en Marleen, de overheerlijke douchegel, scrubsaus, gezichtsmasker, body lotion en massageolie komen jullie kant op. We zijn benieuwd naar jullie individuele skills en horen graag wat jullie ervan vinden. Veel plezier! Yeah. Komt-ie! En Sanne, we zijn benieuwd naar de foto. Ja, we hebben het ontvangen, het pakketje, yes. Dames van VV Alkmaar. Echt ontzettend lief van jullie. Ja, en jullie begrijpen natuurlijk, Sanne en ik kunnen het nu op dit moment sowieso niet delen. Dus ik denk dat het een soort wisselsetje gaat worden. Dat ik gewoon deze week ga douchen. En dat als jij weer helemaal beter bent, Sanne, ik het volgende week aan jou ga geven. Ja, helemaal goed. Ik wil wel een scrubgel trouwens hoor. Oké, dat hou ik toch niet zo van. Dus die krijg jij dan lekker. Ja, ik zal het niet opmaken verder. Dus super bedankt dames van VV Alkmaar. Echt een hele leuke verrassing. Goed, dan gaan we nu verder naar de volgende gast. Die is hier al een keertje eerder geweest. Presentatrice van Studiosport, Rivka op het veld. Super welkom dat je er bent. Dankjewel. Ja, ik zei net een paar transfers en contractverlengingen bij Twente. Welke vond jij het meest in het oog springend? Caitlin Dijkstra. Ja, ik vind dat een ontzettend goede getalenteerde speelster. Ik vind het ook zonde dat ze niet meer speelt bij Ajax. En ik denk ook dat Twente een hele goede club voor haar is. Daar komen we vast later deze uitzending nog wel op. Groot fan van Siska Volkertsma. Ik ben aanvoerder van de fanclub. En ik ben wel benieuwd naar een middenveld Volkertsma-Dijkstra. Ik denk dat dat wel leuk kan worden. Ja, heel slim. En Renate Jansen is natuurlijk sowieso goed, want... Ja, Renate Jansen. Ja, dat is wel gewoon te gek. Die gaat gewoon nog een jaartje door daar. Ik hou ook van speelsters met clubliefde. Ik vind het altijd fijn als mensen gewoon heel lang bij een club blijven. Omdat ze het daar goed hebben. Daar hou ik van. Ja, en over Twente gesproken. We hebben hier de man die al 5 seizoenen aan het roer staat bij FC Twente Vrouwen. Hij werd 1 keer kampioen en pakte de Eredivisie Cup. Volgend seizoen dan zal hij een prachtige transfer gaan maken naar het Duitse Wolfsburg. Maar eerst ga je natuurlijk gewoon het seizoen afmaken bij FC Twente. Welkom Tommy Stroot. Dankjewel. Ja, jij hebt denk ik wel echt nog gewoon een lekker weekend gehad na de winst op PSV, toch? Ja, dat is zeker zo. Hè. Als we kijken ook naar de wedstrijd, de manier waarop. Dat vind ik gewoon het belangrijkste. Je kunt ook soms een wedstrijd verliezen, maar als de manier waarop maar gewoon bij ons past... Dan slaap ik op ieder geval lekker. En de manier waarop wij nu gevoetbald hebben... heeft een overwinning als volger gehad. En ben ik echt wel trots op de meiden... hoe die dat uiteindelijk opgepakt hebben. En ook weer opgestaan zijn. Hè, na een halffinale beker, wat ook gewoon even pijn doet. Hoe ze met elkaar het uiteindelijk weer oplossen. Gewoon knap. Ja, lekker uitgeslapen zei je dus al. Dus fijn dat je hier bent zo vroeg in de ochtend in Zeist. We gaan het hebben over die play-offs, want de tweede ronde is gespeeld en de uitslagen die waren als volgt. VV Alkmaar tegen PEC was een zeer doelpuntrijke wedstrijd. Het werd 3-3. Ajax die won met 2-0 van ADO en Twente PSV werd 2-1. Eén wedstrijd ging die door en dat was Heerenveen tegen Excelsior vanwege coronagevallen. Dan kijken we even naar de stand. In pool B blijft de stand zoals hij vorige week ook al was. En in de kampioenspool, daarin is weer wat geschoven. Want Twente die pakt gewoon de koppositie dankzij hun winst op PSV. Zij staan bovenaan met 20 punten. PSV staat tweede met 19 punten. Ajax derde ook 19 punten. En ADO staat vierde met 11 punten. Sanne, we hoorden Tommy net al even over de wedstrijd Twente-PSV. Maar ik wil het ook graag van jou nog even horen hoe jij naar die wedstrijd gekeken hebt. Nou, ik wil trouwens ten eerste even zeggen... hoe leuk is het dat het zo ontiegelijk spannend is. Want absoluut. Ik had toevallig gisteren Merel aan de lijn... en we hadden het over de speelrondes. Toen zeiden we echt wel... om je vingers bij af te likken hoe spannend het is... en hoe spannend het gaat worden. Dus dat is wel echt heel leuk. Daarom was ik ook eigenlijk extra blij dat Twente won. Omdat het de spanning natuurlijk nog veel groter maakt... dan als PSV had gewonnen. En Twente had ook heel erg terecht gewonnen. Het was niet een hele... speciale, spectaculaire wedstrijd die je ooit nog eens terug gaat kijken of zo. Maar het was wel echt compliment voor Tommy Stroot. Een tactisch steekspel, zoals dat wel mooi heet. Want hij heeft natuurlijk al weken last van het backprobleem. En hij zei voor de wedstrijd, zag ik hem met een beetje een blik in zijn ogen van een... let maar op, vandaag ga je weer wat speciaals zien. En... Siska Volkersma, Rivka had het er net al over. Die was omgedoopt tot verdediger. En niet zomaar verdediger, dat was echt een beest. Die was overal en ergens. Die heeft het veld eigenlijk zowel gegrasmaaid... als alle ballen alle ballen afgepakt en naar voren gejaagd. En het tactisch spel werkte. PSV, ze hadden ook wel echt wind tegen in de eerste helft. Maar hun opbouw was echt...
Nou, ik weet niet of ik de compliment aan Twente moet geven voor het verstoren van die opbouw. Maar of dat ik de winterschuld moet geven. Maar PSV kwam er echt niet uit. Zeker de eerste helft niet. En ja, echt compliment aan Twente dat zij op deze manier de winst hebben weten te behalen. En terecht. En de spanning is terug. En ik heb echt genoten. Ja, Rivka, denk je er net zo over? Was het de wind of was het Twente die PSV part speelde? Nou, een beetje van allebei. Ik bedoel, ze hebben allebei een helft op elke speelhelft gespeeld. Dus dan kan je de wind denk ik moeilijk de schuld geven. Je zag wel dat de wind trouwens echt invloed had. Dat is zeker zo. Nee, maar het was gewoon heel knap. En inderdaad, ik had het hier ook. Ik was gisteren bij de wedstrijd en in de interviews na afloop had ik het ook met de PSV-coach en met Naomi Patiwau over. Is dit dan het gevaar van PSV? Even buiten hoe knap het is geweest van Twente en de rol van Siska, van Renate Jansen. PSV is natuurlijk al een paar jaar heel erg goed in één ding, namelijk de omschakeling. Ze hebben Joelle Smits daar, ze hadden daar hiervoor ook nog Katja Snoeys. Nou, dat zijn misschien wel de twee beste spitsen, waren dat van dat moment in de Eredivisie. En je weet gewoon bij PSV, ik heb daar veel op de tribune gezeten, je weet als er een kans is, dan is de kans op een goal groot. Maar als dat dus verstoord wordt en ze komen niet door die omschakeling, dan valt dat weg. En dan hebben ze dus blijkbaar veel te weinig om op terug te vallen. En dat is wel iets waar zij moeten werken, denk ik. Ja, Tommy, Sanne zei het al, voorafgaand aan de wedstrijd had je zoiets van, nou, we hebben wat bedacht. Hoe heb je dan je team van tevoren toegesproken? Want je moest inderdaad wat omzetten. Ja, en in hetzelfde moment is het, en dat moet helder zijn, geen tactische plan is belangrijker als de energie van de meiden. Als Siska zich in deze rol niet terugvindt of de andere meiden daar niet achter staan, dan zal de wedstrijd ook niet zo qua mentaliteit in elkaar zitten als wij hem uiteindelijk gespeeld hebben. En dat staat boven alles. Dus ik denk dat je als trainer ook soms meer kapot kunt maken als dat je goed kunt doen. Dus was dat eigenlijk een beetje de werkweek waar we heel veel gesprekjes gevoerd hebben. Iedereen probeert hebben voor de idee uiteindelijk over te halen en gewoon de overtuiging daarin te krijgen. En hoe zij dat uiteindelijk opgepakt hebben, met welke verantwoordelijkheid dat ze dat ook samen gedaan hebben, dat is gewoon fantastisch. En het is niet alleen dat er een opdracht komt van je speelt daar nu, het is ook heel veel luisteren naar hoe voelt een speelster daarin. Wat kan ik nog doen uiteindelijk om de juiste verbinding daarin te verzorgen? En misschien ook dan even een Marissa, die uiteindelijk de linksback was, wel in haar kracht te zetten. Ik denk dat dat vooral de kracht is. Ja, waren het soms ook lastige gesprekjes dan deze week? Of viel het mee? Nee. Nou, we zijn natuurlijk in een fase waar we heel veel gesprekjes voorafgaand al gehad hebben over welke rollen hebben speelsen. Nou ja, welke keuze komen wij misschien nog even tegen. En ook de wisselspeelsen moet ik zeggen. Hoe zij uiteindelijk PSV in de trainingen gekopieerd hebben om uiteindelijk ons maximale uit te dagen om het ook te oefenen. Het is niet zo dat we het idee hebben, maar even een kwartiertje voor de wedstrijd in de kleedkamer bespreken, het veld opgaan en te spelen. De hele trainingsweek was gewoon van de hele selectie uit fantastisch. En hebben we daardoor ook juist resultaat gehaald. Dat vind ik ook wel. Dat is volgens mij juist de kracht inderdaad. Dat teamgevoel en dat iedereen voor elkaar wil werken. En met dan weer Siska Volkersma als voorbeeld. Ik hoor daar ook zeggen na afloop, toen iemand vroeg, wat is dan je voorkeurspositie? En bij haar geloof ik dat wel. Ze zei ook, ja, ik vond dit ook leuk. Dit lag me eigenlijk ook wel. En ik wil gewoon spelen en goed spelen. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ze zei liever niet op doel, maar verder maakt het me niet zoveel uit. En dat geloof ik bij haar ook echt. Ja, is maar dat wat misschien ik ook, beetje, zeg maar Sanne. Wat ik ook vind is dat dit seizoen is zeg maar het seizoen van het roeien met de riemen die je hebt. Weet je wel, dat geldt voor elk team. Je hebt natuurlijk al die blessures met corona erbij. En ik vind dat Twente dat gisteren maar weer eens laat zien. Gewoon, hey, we hebben weer een probleem. We moeten weer roeien met de riemen die we hebben. En ze roeien het hardst met de riemen die ze niet hebben, weet je wel. En dat is gewoon echt heel leuk om te zien. En ik denk dat je dan praat over kampioensploeg. Ja, we hebben al vaker hier gezegd dat het, dat het zou kunnen voor wat Twente betreft. Maar misschien als ik het ook een beetje zo observeer, is Twente misschien het meest, het is altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen, maar is Twente misschien het meest een team? Een echt een team? Dat gevoel heb ik wel. Dat is natuurlijk altijd lastig te zeggen, hè, aan de buitenkant. Maar als ik zie de strijdlust op het veld en hoe dus dit soort dingen dan goed vallen in een wedstrijd. En dat mis ik soms wel bij Ajax en PSV. En ik zeg niet dat dat is omdat ze, weet ik veel, niet goed met elkaar overweg kunnen of zo. Maar bij PSV kun je natuurlijk wel duidelijk zien. Die hebben gewoon heel veel nieuwe speelsters gehaald afgelopen zomer. Dat kan heel positief zijn. Ze hebben er echt wel kwaliteit bij gekregen. Ook veel kwaliteit verloren trouwens vorige zomer, moet ik daar wel even bij zeggen. Want ze hebben eigenlijk een hele as is weggehaald vorig jaar.
Maar dan moet dat wel allemaal goed vallen. En daar moet je dan wel een team van creëren. Ajax speelt er wat langer bij elkaar. Maar ook daar zie je dus dat het niet, die puzzelstukjes zijn nog niet allemaal op de goede plek gevallen, blijkt. Nee. Dan eventjes ook naar ADO of Ajax. ADO, Ajax won weer 2-0. Was dat een lekkere opsteker voor hun, denk je, Sanne, na het verlies tegen PSV? Want jij zei vorige week, als je 2 keer van ADO wint, dan ben je kampioen. Dat heb ik gezegd, ja, ik gooi al die one-liners maar in. Hè. Het is ook wel weer makkelijk scoren. En ik onthoud ze ook graag. Ja, dan, je mag me er altijd op terugpakken natuurlijk. Maar Ajax, ik vond Ajax-ADO echt een hele leuke wedstrijd. Het was echt goed positiespel, goede combinatie, goede individuele acties. Het was echt reclame voor het vrouwenvoetbal. En ze hebben zich goed gerevancheerd. Ze kunnen gewoon goed voetballen tegen ADO. En terwijl dat echt geen makkelijke ploeg is, weet Tommy natuurlijk ook. Maar ook terecht gewonnen. Ook blij dat zij weer zich gerevancheerd hebben en dat... Dat het dus weer zo spannend is bovenin. Ja. Ik denk dat dit vooral mentaal ook heel belangrijk is voor Ajax. Ja. Want kijk, op zich doet Ajax het al het hele jaar prima tegen ADO. Die hebben eigenlijk het minst last van ADO ten opzichte van Twente en PSV. Maar ik dacht wel, als Ajax nu punten verliest, dan denk ik dat het klaar is. Want daar kom je niet meer van terug. Dan heb je 3 keer op rij punten verloren. En dan is het gat met PSV en Twente ook mentaal zo groot. Dus ik denk dat dat het vooral is. Ja, en het bleef heel lang 1-0. En Ajax... Ze scoorden maar die 2-0 niet. En voor hetzelfde geld maakt ADO die 1-1. Hè? Want ADO heeft echt kansen gehad op die 1-1. Zelfs nog een balletje op de lat. En rond de 60, 65 minuut werd ADO echt weer, trok het echt aan. Nou, als het 1-1 wordt, is Ajax gewoon echt... Nou, stel je voor dat PSV ook nog had gewonnen, dan ben je eigenlijk klaar voor de titel. Dus dat is zo leuk aan dit soort weekenden. Maar uiteindelijk echt in de laatste seconde scoorden ze 2-0. Maar het had net zo goed 1-1 kunnen worden. Dus... Het was kiele, maar ik ben wel echt blij dat Ajax het eruit heeft gesleept. Maar Danny Schenkel zei nog, oh mijn god, ik weet niet precies hoe die het zei, maar hij zei, schiet die bal er een keer in, dacht hij. En dat snap ik zo goed van hem, want weet je, ze hadden zoveel kansen. En als je als coach wordt, je een beetje wanhopig langs de lijn als hij maar niet invliegt. Maar dat uiteindelijk deden ze het. Tommy, voor jou ook een interessante wedstrijd die je ongetwijfeld hebt bekeken. Ja, ik heb hem ook gezien. En het is natuurlijk steeds... Iedereen heeft op dit moment zo'n beetje zijn angst tegenstanden. En voor ons is het vooral ADO. Voor Ajax is het vooral PSV. En voor PSV zijn wij het. Ik denk dat het cruciaal is. Wie uiteindelijk tegen zijn directe angst tegenstanden... in toekomst de puntjes gewoon thuis houdt of binnenhaakt. En de onderlinge wedstrijden kunnen gewoon echt alle kanten op vliegen. Het is gewoon hartstikke spannend... En wij zijn steeds blij als we daar nog meespelen. En de favorietenrol is waarschijnlijk volgende week ook weer een andere. Het verandert iedere week. En voor ons is het alleen maar leuk dat we daarom meedoen. De B-pool bleef alles eigenlijk zoals het was, zoals vorige week. En opvallend daar is eigenlijk, Excelsior heeft dus nog geen enkele wedstrijd gespeeld in de play-offs. Eerst waren de coronagevallen bij hun tegenstander VV Alkmaar, deze week bij hunzelf. Het is eigenlijk toch een beetje sneu, hè, Rivka, dat Excelsior... Ja, doet even niet mee. Ja, het is in deze podcast natuurlijk sowieso al eerder gegaan over het hele concept van de B-pool. Dat lijkt mij mentaal heel lastig. Misschien wel lastiger voor een PEC dat er heel dichtbij heeft gezeten dan een Excelsior. Maar toch, ook voor Excelsior zijn juist die wedstrijden tegen Ajax, PSV en Twente natuurlijk de mooie wedstrijden. Dus dat lijkt me al mentaal heel lastig. En dan moet je ook nog eens, heb je zo'n enorm gat. Want er zat natuurlijk ook nog interlandperiode tussen en zo. Dus... Ik kan me voorstellen dat ze daar wel klaar zijn om weer lekker een potje te voetballen. Ik hoop dat ze dat aankomend weekend eindelijk weer een keer kunnen doen. Dat zou fijn zijn voor ze. Sanne, een andere wedstrijd, of de wedstrijd die wel doorging in de B-pool, was VV Alkmaar tegen PEC. Dat was 3-3. Was dat net zo vermakelijk om naar te kijken, vond jij, als dat de uitslag doet vermoeden? Het was eigenlijk helemaal geen goede wedstrijd, want... Het was een hele leuke wedstrijd, omdat er heel veel fouten gemaakt werden. En het was af en toe een beetje een flipperkast. En je denkt 3-3, dat zijn al 6 doelpunten. Nou, dan heb je al per 15 minuten een doelpunt. En dan heb ik nog niet eens gehad over de 600% kansen die er ook nog bij waren. Dat net zo goed 6-6 of 8-8 kunnen worden. Dus vermakelijk was het zeker. En ik weet niet hoe vaak het aluminium heeft geraakt, die bal. Maar paar op de lat, paar op de paal... het was wel een leuke wedstrijd, maar het was niet kwalitatief heel hoogstaand. Maar dat hoeft soms ook helemaal niet, want uiteindelijk kijk je toch vermaakt worden. En gisteravond in bed heb ik die wedstrijd gekeken en ik kon wakker blijven met mijn corona. Dus dat zegt heel wat. Dat is hartstikke goed, Sanne. De meetlat vanaf nu. Ja, dat is mijn meetlat. Als Sanne met corona de wedstrijd uitkijkt, dan weet je zeker dat het een goede was. Ja, dat is wel grappig.
Rivka zei net al even, die discussie tussen haakjes over wel of niet die competitie opdelen. Tommy, voordat de play-offs begonnen hadden jullie 3 wedstrijden achter elkaar. En dan scoorden jullie 22 keer. Dat was voornamelijk tegen de lagere ploegen, zeg maar. Vind jij dat niet ook een beetje jammer dat je ook op deze manier niet je doelsaldo een beetje kunt opvijzelen? Of zeg je van, nou, ik vind dit wel een prima systeem zo? Ja, het heeft voor- en nadelen. De voordelen, dat zien we in de spanning natuurlijk terug. Heel veel onderlinge wedstrijden. Ik denk dat de ploegen die daarin meespelen, daar ook echt heel erg groei in kunnen ontwikkelen. Dat het voor alle meiden die dit soort wedstrijden hebben, onder druk te presteren, heel erg een hulpstelling is richting hun persoonlijke ontwikkeling ook. Maar we moeten ook zeggen dat de ontwikkeling misschien bij de andere 4 clubs dan even ook wel echt een beetje wegvalt. Daardoor de spanning helemaal eruit is. Dat is best wel jammer. Ik vind ook dat het uiteindelijk in een normale competitie faire is hoe je dan uiteindelijk kampioen wordt. Ook in de verdeling van de Champions League plekjes. En het hoort ook gewoon erbij tegen ingezakte tegenstanders die misschien iets minder zijn als jouw eigen kwaliteiten, jou gewoon door te zetten. Dus ik denk dat het een beetje, het worden dan andere soort wedstrijden, maar je moet net zo presteren. Ik denk dat het voor de hele competitie waarschijnlijk beter is. De clubs die nu beneden staan, veel meer te helpen, te steunen en uiteindelijk daar ook een ontwikkeling te verzetten. Anders wordt het verschil alleen maar groter. Ja. Wie weet volgend seizoen, jongens. Dan we zullen het misschien met een 9e team erbij. Ja. Precies, we weten het misschien over een aantal maandjes of er verandering in gaat komen of niet. En dan is het nu weer tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijn? Vorige week had Renate Jansen van FC Twente jou wel bekend, Tommy. De pure energie. Wie heb ik aan de lijn? En ze zou hem doorgeven. Dus ik ben heel benieuwd weer aan wie. Ik zou zeggen, bellen maar. Oh, hij wordt opgenomen. Goedemorgen. Ik kan het even niet. Hij is toch in de B-pool beland, zie ik. Zie ik goed. Hij is beland het bij... Het is Anne Baggerad. Ja, Anne Baggerad, inderdaad. Klopt. Anne van Excelsior. Hij is in de B-pool beland. Morgen. Hoe heb jij deze telefoon gekregen? Gisteren voor de wedstrijd van Twente PSV stuurde Renate mij een appje. En of ik thuis was. En ik heb natuurlijk met Renate gevoetbald. Dus die vroeg even of ik de telefoon langs kon brengen na de wedstrijd. Dus die is gisteren even langsgekomen. Dus is speciaal omgereden voor jou, voor de telefoon. Wat goed. Ja, speciaal. Renate, als je luistert, dit vind ik toewijding ten top. En dit vinden we heel erg leuk. Ja, Anne, hoe is het met je? Want jullie met Excelsior hebben dus wel geteld nog geen enkele wedstrijd gespeeld in de play-offs. Nee. Ja, dat klopt inderdaad. En eigenlijk afgelopen vrijdag had het achteraf gezien wel gekund. We werden woensdag getest en donderdag kwam naar buiten dat er bij de uitslag een positieve test was. Toen waren de waardes eigenlijk zo hoog dat het eigenlijk niet waar kon zijn. Dus we zijn met z'n allen in thuisquarantaine gegaan. En diegene waar het om ging heeft nog 2 keer getest. 1 keer bij de GGD en 1 keer bij het bedrijf dat bij ons voor de wedstrijden test. En beide keren bleek ze toch negatief te zijn. Oei. Maar toen was het eigenlijk al allemaal afgelast. Ja. Dus het zekere voor het onzekere genomen en... Ja, helaas. Ja, dus het was eigenlijk een vals positieve test. Dus jullie hadden gewoon tegen Heerenveen kunnen voetballen. Ja, achteraf gezien wel. Maar het is niet zo. En dan het zekere voor het onzekere genomen. Ja, op zich is dat natuurlijk goed. Maar jullie moeten dan nu nog 2 wedstrijden eigenlijk inhalen. Hoe is het met jullie motivatie? Want dat lijkt me een beetje irritant als je dan onderaan staat met 3 punten. En je moet er nog 2 inhalen. En je denkt, nou, waar doen we het nog voor? Of valt dat wel weer mee? Nou, waar we het voor doen, wij hebben een heel duidelijk doel en we willen gewoon niet laatste worden. En we willen laten zien dat we dat niet waard zijn. Nu kunnen we wel kijken wat de tegenstanders doen, dus misschien kunnen we daar ons voordeel uit halen. Maar het programma zal er zeker niet minder druk om worden. Dus dat is dan weer een nadeel, maar het is alleen maar mooi om alleen maar veel wedstrijden te spelen. En dat het in de korte tijd is, ja, is helaas. Maar het is niet anders en we moeten het er maar mee doen. En we zullen alles elke wedstrijd weer voor geven. Dus we zijn wel strijdlustig.
Ja, dat vind ik wel mooi om te horen. En door de thuisquarantaine heb je wel eventjes goed de tijd gehad om de tegenstanders echt goed te bekijken. Gewoon even rustig op de bank lekker even kijken. Het ging in deze podcast ook over Feyenoord. Hè? Jullie krijgen er nu een club bij in de Eredivisie in jullie stad. Ja. Ben jij bang dat nu jouw hele team wordt weggekaapt? Straks is er niemand meer over. Wordt iedereen bij Feyenoord... Feyenoord is echt een mooie club. Of zegt hij nou, weet ik wel. Ben jij een van die mensen? Nee, ik ben dat niet. Video staat ook aan, hè? Oh, nee, ik ben het niet. Ik weet wel dat de selectie bijna zo goed als rond is. Dus ik denk dat het binnenkort naar buiten komt. Wie er van ons gaat verlengen en wie er weggaat. Spannend. Ja, jij zegt ik ben het niet. Maar moeten we jou op jouw, wat zijn het, blauwe ogen geloven? Nou ja, het is een beetje groenig, hè? Oh, zo, ja, zie, daar gaan we al. Ik zie dit, welke kleur je hebt. En Anna kun je vertrouwen, hè? Dus dat is echt geen probleem. Oh ja, Tommy Stroot zit hier ook, dus hij zegt het. Dus dat ik hoor het meteen, Ja, wat heeft hij voor zwoelte in zijn stem, dat je dat direct hoort? Ja, dat Duits, hè? Dat herken jij duizenden ondertussen. Anna, als het goed is... spelen jullie komend weekend eindelijk in de play-offs tegen PEC? Hoe gaat jullie voorbereiding er nu uitzien als jullie inderdaad allemaal negatief getest zijn? Nou, gewoon zoals elke week. En we zullen volle focus op PEC Zwolle hebben. En PEC is wel een ploeg dat ons goed ligt. Wij zijn klaar. Kijk, heel goed. En dan even iedereen negatief testen en dan kunnen jullie eindelijk beginnen in de play-offs. Ja, dat mogen we wel hopen, inderdaad. Ja, dan zou het wel heel vervelend worden. Hey, dankjewel dat je... Ja, dan wordt het wel lastig. Ja, precies. Hey, dankjewel dat je de telefoon wilde opnemen. Ik wens je een hele fijne dag. Succes tegen PEC. En vergeet hem niet door te geven, zou ik zeggen. Ik heb al iemand in gedachten. Ja, komt goed. Hartstikke goed. Spannend. Dankjewel, hè. Fijne dag vandaag. Succes met de uitzending nog. Joe, dankjewel. Doeg. Dan gaan we door, want wegens doorslaand succes mogen we wel zeggen, hebben we besloten dat Sanne ons iedere week mag bijpraten over hoe het onze Oranje Leeuwinnen in het buitenland vergaat. Maar daar moeten we wel bij zeggen dat het in 1 minuut gaat zijn. En dus ben ik eigenlijk wel benieuwd, Sanne, of je nu ook genoeg lucht hebt om dat in 1 minuut te doen. Of moeten we je, net als bij dyslexiekindjes die een tentamen maken, wat extra tijd geven? Nou, ik denk 5 seconden extra inderdaad. Oké, 5 seconden dan, jongens. Laten we hem zo aftellen. En dan kan jij wat mij betreft nu beginnen. De kogel is door de kerk in de halve finale van de Champions League. En die kogel, of eigenlijk moet ik zeggen kogels, kwamen van Lieke Martens. 2 goals, 2-1 winst, Barça door naar de finale. Die finale zal ze niet spelen tegen Beresteyn. Zij verloor met haar Bayern München met 4-1 van Chelsea. En ja, dit is geflatteerd, want het stond tot de 84ste minuut 2-1... toen Pernille Harder finale droom aan Vlaarde schoot. Chelsea-Barcelona is dus de finale en ik zeg het maar vast, die wint Barça met 3-1. Dan Engeland en de strijd om plek 3. Arsenal won ter nauwernood van Everton in de 94ste minuut met de 2-1 van Everton. Basisplaats voor Van der Donk, Miedema, maar Jill Roord begon vanaf de bank. Jackie Groene speelde met haar Manchester United tegen de laatste plaats Bristol. En ook zij konden maar winnen met 1-0. Het hield niet over, maar winnen is winnen, zullen we maar zeggen. Bij Brighton en Hoofd van Kagel werd gescoord in de 43, 44 en 45 minuut. En dat vond ik zo grappig dat ik het hier maar even vermeld. Ze verloor wel met 3-2 van Reading. Wie pas echt niet meer weet wat winnen is het Atletico Madrid van Merel van Dongen. Ze speelden 0-0 gelijk tegen Rayo en staan 7 in de Spaanse competitie. Verder is de lang verhaal kort. De rest van de Leeuwinnen waren een weekendje vrij. En dat maakt deze minuut haalbaar voor mij. Net niet. Jawel hoor. Netjes, Sanne. Even zuurstof of valt mee? Nee, ik ga het wel. Nee, het was heel bijna goed. Flauw. Maar... leuk, dankjewel, Sanne. Dan gaan we verder met jou, Tommy. Ik zei het al in het begin, 5 seizoenen al bij de FC Twente dames aan het roer. Wat maakt Twente voor jou zo'n bijzondere club om dat 5 seizoenen op deze manier te willen doen? Nou, we hebben over het team al een beetje gesproken natuurlijk. De mentaliteit van Twente in het algemeen. Ik denk dat het zelfs nog een stapje verder gaat. Het is veel meer familie. En zo was het uiteindelijk ook voor mij waar ik erin stapte. Ik kon nog niet zo hartstikke goed Nederlands als het nu is. Sorry voor de fouten die daar ook nog steeds wel tussen zitten. Geen fouten ontdekt. Nou, aan de Bagel hoort het nog steeds. Dus, maar... ik kwam er en kon ook nog niet helemaal goed Nederlands. En ben eigenlijk opgevangen ook in het team. En het is niet
verwijzen naar elkaar en het is helpen. En uiteindelijk was het dan steeds soms op Duits, soms op Engels, soms hoe dan ook. Maar als het maar duidelijk is. En ik denk dat dat steeds de kracht is, die steeds ook binnen de seizoen door de veranderingen in de selectie steeds weer groeien moet. En alles heeft weer met vertrouwen te maken. En vertrouwen bouw je ook alleen met tegenslagen op. Dus die hebben we misschien in sommige momenten durend in het seizoen ook gewoon nodig om uiteindelijk dat hechte team ook te worden. Wat gebeurt bij een nederlaag? Hoe pakken we het weer op? Hoe steunen we elkaar? En te proberen steeds weer voor elkaar door het vuur te gaan. En dat is dat wat ik hier heel erg geleerd heb. Het is niet mijn cultuur. Ik kwam hier niet binnen. Het was daar al. En dat wordt gewoon van speelster naar speelster verder gedragen. En nou, stopt nooit. Dus dat is best wel mooi. Wel mooi, ja. En 5 jaar daarin verandert natuurlijk ook wel best wel veel. Wat is voor jou de grootste verandering geweest die jij hebt gezien bij de ploeg of bij de club? Ja, bij de club vooral. Hè. We zaten natuurlijk in het moment waar ik kwam, ging uiteindelijk de vrouwenvoetbalafdeling in een stichting kwam daar terecht. De financiële middelen waren anders. Precies in het moment waar door de EK vrouwenvoetbal heel erg groeide, waren eigenlijk bij Twente dan heel instabiele situaties. Sinds kort zijn we dan even weer volledig natuurlijk bij de club aangesloten. Komt daar ook weer echt een mooie ontwikkeling in. Gaan er ook in de toekomst heel mooie mogelijkheden weer ontstaan. Maar dat gebeurde daar een beetje. Ik denk dat we daarvoor heel erg als Twente zijnde een beetje de meest financiële club waren. Uiteindelijk daardoor natuurlijk ook kampioen zijn geworden. Dan kwam een andere fase, kwam Ajax op. Komt nu PSV op. En moesten we ook een andere weg vinden uiteindelijk die bij ons past om uiteindelijk weer successen te halen. En we hebben heel vroeg een beetje anticipeerd op de CTO-speelsters die uiteindelijk individueel natuurlijk fantastisch opgeleid zijn. Kun je uitleggen voor de luisteraars die het niet weten, wat zijn CTO-spelers? Ja, zijn uiteindelijk ontwikkelings... nu ben ik, Rick, weet je waarschijnlijk nog beter, kan het nog beter omschrijven. Dus ik speel wel maar even richting jou. Je kunt het waarschijnlijk echt even kop doen. De lokale talententeams. Dus je hebt een CTO Zuid, Oost, Noord, Centraal. En daar zitten dan alle talentvolle speelsters. En ze stroomde eigenlijk uit met een leeftijd van 17, 18. Hè. Daaruit kwam Fenna Kalma, Joël Smits, Ashley Weerde. Dit soort meiden kwamen uiteindelijk uit het CTO's gestroomd. En ze moesten uiteindelijk aan niks meer wennen. Ze waren al klaar voor Eredivisie voetbal, aan de trainingsfrequenties, aan de belastingen. En was het voor ons dus anticiperen daarop. Daaruit een selectie vormen en uiteindelijk verder bouwen. Met alle risico's die daar ook in zaten. En wij proberen gewoon de omstandigheden te bieden voor ontwikkeling. En voor persoonlijke ontwikkeling. En Ashley Werden kwam bij ons. En het eerste wat ze zegt, voordat ze überhaupt een Eredivisie-wedstrijd gespeeld had, was: ik wil naar Frankrijk en ik wil international worden. Zo. Check. Dan kun je als trainer zeggen, ga maar eerst even zitten en maar kijken wat er gebeurt. Of je gaat samen echt aan de slag. En dat is het belangrijke. Binnen hun ambities steeds weer klankborden, spiegelen. Hoe kom je daar naartoe? En dan ontstaan win-win situaties die uiteindelijk die helpen jou uiteindelijk ook richting team succes. En ik heb het idee dat jij zelf ook heel erg ontwikkeld hebt, toch? Ik bedoel, je bent een jonge trainer. Je was vrij jong ook toen je daar begon. En als ik het zo van buitenaf bekijk, liet je nog best wel in je emoties meevaren in de eerste jaren. En ik heb het gevoel dat jij nu heel rustig en zeker langs de kant staat, ook in interviews. En dat die meiden ook heel erg op jou varen. Want aan het begin van het seizoen heb je een tijdje gemist. En toen hoorde ik ook terug hoe belangrijk het was dat jij weer terugkwam. Dus volgens mij heb jij zelf ook een ontzettende ontwikkeling doorgemaakt. Ja, 100%. Het is natuurlijk ook volledig uit de comfortzone stappen. Als je een keer in het buitenland mag werken, is dat gewoon een unieke situatie. En voor mij waren daar ook simpele wegen de vervolgstap in mijn carrière te plannen. Maar ik ben bewust even de stap eigenlijk ook volledig uit de comfortzone gegaan om in het buitenland, zonder de taal helemaal te spreken, dan ook te stappen. En ik hou van het avontuur. En dan is natuurlijk ook gewoon heel veel ervaring, levenservaring, alles wat daar zo meespeelt. En in het moment waar je ook een ziekteperiode maar even een keer meemaakt, doet het ook weer wat met mij als persoon. Je hebt verschillende dingen natuurlijk dan even ook in de laatste jaren gehad. Ik ben vader geworden. Je hebt verschillende situaties die jou als persoon ook gewoon verder brengen. En die ook een andere blik op de voetbal geven. En ik denk dat dat bij de jonge selectie die we al hebben, is de emotie en temperament genoeg. Ik denk dat daar ook cruciaal is een beetje, ik wil vast zeggen, de vaderfiguur soms een beetje te pakken. Ja,
Ja. En je wordt niet voor niets gevraagd door Wolfsburg natuurlijk. Dus, Precies. Dat was eigenlijk de volgende vraag. Hoe reageerde je toen je dat hoorde, dat je naar Wolfsburg kon? Ja, met Wolfsburg hebben we natuurlijk al steeds een bepaald contact. We waren samen op trainingskampen. We hebben oefenwedstrijden gepland. Dus ook met mijn tijd daarvoor bij SV Meppen hebben we steeds contact gehad. En was het voor ons steeds een derby. Dus het tegen elkaar. Ook met de huidige trainer Stefan Leer. En waren daar was steeds de contact. En ik wist niet dat de trainer daar stopt. Daar kwam het belletje. Maar de situatie was ook zo dat ik gewoon nog onder contract was bij FC Twente. En, dus het was eerst maar even ook niet mijn beslissing. Ik heb een wens neergelegd. En dan moesten uiteindelijk René Rood als technische directeur en Ralf Kellerman van Wolfsburg daar eerst maar even uitkomen. Gelukkig is dat gebeurd. Ik denk dat dat ook een enorme kracht is van Twente. Dat ze zich als club niet boven persoonlijke ontwikkelingstrajectjes stellen. En dat ze uiteindelijk steeds ook bepaalde beslissingen voor de persoon nemen. En uiteindelijk met trots daarop terugkijken als zoiets gebeurt. En net zoals de speelsen, wij trots zijn dat we ze naar grotere clubs in het buitenland brengen, zijn ze net zo trots dat ik zo'n stapje mag maken. En dat is leuk. Ja, je neemt Lim Wilms en Joelle Smits dan van PSV mee. Hoe ver heb jij daar een hand in gehad? Ja, selectiesamenstelling doe je steeds samen. Hè. Dat is net zoals mijn opvolger natuurlijk ook de komende selectie uiteindelijk meeplant. Dus uiteindelijk ga je bepaalde dingen door. Het is niet zo dat ik daar dagelijks mee bezig ben. In bepaalde afstanden bespreken we steeds dingen. En gaan daar beslissingen in nemen. Maar je hebt natuurlijk wel gedacht, nou, die Lin zou ik er wel bij willen hebben. Ja, natuurlijk. Ja. In hetzelfde moment blijft dat ook weer steeds de keuze van een speelster. Dus als een speelster door mij nu naar Wolfsburg gaat, denk ik, is dat een heel foute teken. Ze moeten uiteindelijk dat echt als hun vervolgstap voor hun carrière zien. En zich niet aan een trainer koppelen. Of het gaat echt om hun persoonlijke traject. En dan is het mooi dat ook speelsen met die ik al weg mocht gaan. Met Joël en met Lin. Dat twee speelsen ook de beslissing in die richting weer nemen. Zegt ook heel veel over de trainer-speler relatie. Die we dan in bepaalde samenwerkingstrekjes hadden. En geeft mij ook een mooie feedback. Ja. Ja. Toch, Sanne, het is niet altijd makkelijk om een trainer te vinden voor een vrouwenelftal. Is wel eens gebleken. Waardoor komt dat, denk je? Nou, omdat de vijver is gewoon een stuk kleiner. Ik probeer het altijd zo uit te leggen dat vroeger was er nog heel weinig ontwikkeling in het vrouwenvoetbal. Er waren überhaupt nog weinig meisjes die voetbalden. En al helemaal geen vrouwen die voetbalden. Dus er waren nog geen coaches die meisjes hoefden te coachen. Dus eerst komen natuurlijk de vrouwen, de meisjes worden vrouwen, dus die worden steeds beter. Dus die hebben allemaal een coach nodig. Maar vervolgens blijven die veel langer veel beter. En dan moeten er veel meer coaches zijn. Alleen die coaches kunnen natuurlijk niet ineens er zijn. Want daar heb je gewoon een lang traject voor nodig. Dus dat traject aan goede coaches opleiden, dat is nu net in gang gezet. Dus het is heel moeilijk om voor al die goede Europese teams en alle nationale selecties, omdat het nog zo'n jonge sport is, voor allemaal een goede coach weten te vinden. Dus als je dat lukt als team, heb je echt een streepje voor op de rest van Europa. Dus ja, dat is altijd mijn logische verklaring ervoor. Ja, Wolfsburg heeft nu ook gewoon geluk, dus ja. Dat zie je achteraf. Ja, dat weten we pas later. Ja, Tommy, zeg je wel eens tegen die meiden, jongens, we willen kampioen worden, maar het zou voor mij wel ook stiekem een extra fijn afscheidscadeautje zijn. Ja, ik heb het gisteren ook in interviews gezegd. Uiteindelijk mocht ik in mijn eerste seizoen ook Champions League spelen. En heb dat gekregen zonder daar iets voor te doen. Arjan Veuring heeft daar gewoon een fantastisch seizoen gedraaid met zijn selectie. En dat is uiteindelijk ook mijn doelstelling. Ik kan voor de toekomst gewoon er neerleggen. Wat wij als selectie natuurlijk heel graag ook willen. En ik weet hoe belangrijk dat is voor de ontwikkeling van de meiden ook op termijn. En de selectie zal aardig stabiel blijven bij FC Twente. Dus heel veel meiden die nu deze succes behalen, kunnen dan even ook volgende seizoen daarvan genieten. En het geeft gewoon echt geen mooier podium als de Champions League. Nee. Wat ga je het meeste missen aan Twente? Ja, dat familiegevoel. En de mensen. Dat is echt. Maar dat is, als je hier 5 jaar aan werkt, is ook de situatie natuurlijk weer een hele andere. En dat band moet ik uiteindelijk ook natuurlijk in Wolfsburg eerst maar weer met een nieuwe selectie ook zo opbouwen. En het gebeurt ook weer. Ook de tegenslagen en het weer opstaan en dit soort dingen. Maar ik denk dat dat vooral. Het is geen werk voor mij en ook niet voor de andere medewerkers. Het is echt meer het gevoel van een vriendenkring die gewoon bezig is met iets moois. En zo komen we elke dag bij elkaar. En knalt het ook een keer zoals in een familie. Het is niet steeds alles goed.
Maar het gebeurt steeds op een grootste basis van respect. En dat is gewoon fijn. Ja. Gewoon met Twente een Champions League ticket halen. En dan volgend jaar elkaar weer tegenkomen, denk ik. Ja, precies. Het zal mooi zijn. We hebben nu al oefenwedstrijden gepland. En de verbinding zal er steeds blijven. Dat is zeker zo. Heel mooi. Heel mooi. Dan gaan we nu... Ja, ik denk dat ik al een beetje weet op wie iedereen hier gaat stemmen. Maar we gaan stemmen op de speelster van de week. Rivka, laat ik bij jou beginnen. Ja, ja, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Dat is voor mij 100% Siska Volkertsma. Tommy? Ik ga daar gewoon volledig in mee. Sanne? Ja, dan... ik denk even aan nog een andere naam. Dan kies ik voor Olie Slagers, die het op de linksback heel goed invulde. En ook de hele flank belopen heeft. Oké, deze stemmen noteren we weer. En aan het einde van het seizoen dan belonen we de beste speelster van het seizoen. Volgende week stemmen we weer. En dan doen we dat na de wedstrijden Heerenveen, VV Alkmaar, Excelsior, hopelijk tegen PEC, Ajax Twente en ADO PSV. En hiermee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze editie van de talkshow. Maar niet voordat we natuurlijk bekend gaan maken wie de Pure Energie Eredivisie Vrouwen hoodie heeft gewonnen deze week. Die kon je namelijk winnen door een leuke comment achter te laten op ons YouTube kanaal of op ons Instagram account. Veel comments gingen over het pak van Sanne van vorige week. Maar we moeten natuurlijk een beetje neutraal blijven. Dus Sanne, wie hebben we uitgekozen als winnaar? Nee, niemand die... Wel heel erg bedankt voor de complimenten over mijn pak trouwens. Maar ik vond het leuker dat Chanel zei dat ze mijn freestyle heel leuk vond. Die ik vorige week deed, de 1 minuut over de Oranje wil winnen. Want het was een probeersel. We moesten nog maar kijken hoe het uit zou pakken. Dus complimenten doen er dan altijd goed. Dus Chanel, jij krijgt de hoodie. Komt zo snel mogelijk naar je toe. Volgende week dan geven we er weer eentje weg. Dus... ja, jullie mogen allemaal Sanne heel veel beterschap wensen. Maar bedenk iets leuks, iets creatiefs daarbij. En wie weet win jij hem dan volgende week wel. Dus zet iets leuks op ons YouTube-kanaal of op ons Instagram-account. @pureenergieev. Voor nu wil ik dus mijn gasten hier in de studio bedanken. Rivka op het veld en Tommy Stroot. Sanne, jij ook bedankt. Fijn dat je er op deze manier toch bij kon zijn. En ik hoop dat je volgende week weer helemaal negatief getest en beter hier weer in de studio kunt zijn. Vast wel. We sluiten af met een stukje historie. Tot volgende week. Nummer 4. De finale die nooit een finale was. Op 5 juli 2015 waren de 53.000 toeschouwers in het BC Stadium in Vancouver getuigen van een WK-finale die nooit een echte finale werd. Tegenover elkaar stonden de Verenigde Staten en Japan, twee grootmachten in het vrouwenvoetbal. Het was een kopie van de finale van 4 jaar daarvoor. Na een 2-2 eindstand had Japan de Amerikanen verslagen met strafschoppen. En nu stonden beide landen opnieuw tegenover elkaar. Japan, dat in de 8e finale Nederland naar huis had gestuurd, vast van plan om de titel te houden. De Verenigde Staten, kampioen in 1991 en 1999, was gedreven om de titel terug te winnen. Het was tijd voor sweet revenge, zeiden ze in het Amerikaanse kamp. Gemotiveerd tot op het bot betraden de speelsters die namiddag van 5 juli het stadion in Vancouver. Een dreamteam met Megan Rapinoe, Hope Solo en Carly Lloyd, de topscorer van het toernooi op dat moment. Lloyd was een van de speelsters geweest die in de finale van 2011 een penalty had gemist. Een dieptepunt in haar carrière, vertelde ze in een interview met FIFA. Maar, zei ze, van fouten word je alleen maar sterker. En dat heeft Japan geweten. Met 2 doelpunten in de eerste 5 minuten deelde Lloyd de eerste klappen uit. De derde kwam 10 minuten later van Lauren Holiday. Waar de Amerikaanse fans van vreugde niet wisten waar ze het zoeken moesten, heerste onder het Japanse publiek verbijstering en ongeloof. In de 16e minuut volgde de genadeklap, van wie anders dan Carly Lloyd. Met een schot vanaf de middenlijn over de Japanse keeper heen was de vernedering compleet. Zoete wraak van Lloyd, zoete wraak van de Verenigde Staten. Het zou uiteindelijk 5-2 worden. Voor een finale die nooit de finale werd, was dit een van de mooiste finales ooit.